op zoek naar het DNA van de Weststrand in Roosendaal. De West Side van de West-Brabantse stad. Ik heb hier zelf 6-7 jaar gewoond en het is toch wel een aandachtswijk hoor. Veel problemen, veel drugsoverlast en veel hangjongeren. Veel allochtonen, veel probleemgezinnen en veel alleenstaanden. Jesse Klaver, de fractievoorzitter van GroenLinks en de voorman voor de komende Tweede Kamerverkiezingen van GroenLinks, die noemde het zijn probleemwijk, mijn probleemwijk. Hij is hier opgegroeid en ik ga vandaag eens even kijken of het inderdaad zo'n tuigwijk is, of dat dat misschien wel meevalt en dat het Jesse alleen maar te doen is om de zetels. Het huis van de Weststrand, het buurthuis van de wijk Weststrand, de wijk van Jesse Klaver. Paul Schepers, wat dacht u toen u Jesse Klaver hoorde? Nou, ik dacht, Jesse, wat hoor ik nou? De Weststrand is een probleemwijk. De Weststrand is helemaal geen probleemwijk. De Weststrand is een aandachtswijk, een wijk die aandacht verdient. U heeft hem ook eventjes gebeld, hè, van Jesse. Kan dat even wat anders? Ja, ik heb hem ook contact met hem gehad. En maar hij weet dat we doen niet zo niet. Maar ja, het is natuurlijk wel gezegd. En ik vind dat de Weststrand verdient niet de naam probleemwijk. Zoals de andere wijken die zoveel in het nieuws zijn de laatste maanden. In Zaandam en Amsterdam en Rotterdam. Of in Den Haag, de Schilderswijk. Dat verdient deze wijk zeker niet, want het is een prachtige wijk. We hebben hier een gewone bewonerssamenstelling heel veel allochtonen. Nou, dat moet met elkaar gaan leren leven. En daarvoor proberen wij hier de mensen bij elkaar te brengen en elkaar te laten ontmoeten. We hebben hier sinds kort. Bijvoorbeeld, we hebben een dagopvang voor Turkse dames uit deze wijk. Die komen hier eens in de week voor de dagopvang. Dus wij zijn het eerste buurthuis in Roosendaal die dat heeft. Ja, dat is alleen maar om de mensen uit de wijk in het buurthuis te brengen en bij elkaar te brengen. Paul, hier achter ons, daar is de Rembrandtgalerij. Ja, daar is de laatste 20 jaar wel heel erg veel veranderd. En daar lopen we even naartoe. De Rembrandtgalerij, het winkelcentrum hier, Paul. We lopen eventjes over de galerij, ja. Want daar zien we allerlei verschillende bedrijven eigenlijk. En dat zijn wel andere bedrijven dan 20 jaar geleden, denk ik. Hè? Hoe zit dat precies? Ja, 20 jaar geleden zaten hier allemaal Nederlandse ondernemers. Dat is veranderd. Nu is het merendeels Nederlanders ondernemers, dus Turkse, Balkaanse winkels, een bakker. Dat is op zich helemaal niet erg, maar het is wel jammer dat de Nederlandse ondernemers helemaal zijn verdwenen. De ene die hier dus zit, dat zijn de bakker, een bloemenwinkel en een drogisterij. En de rest is alles weg. En dat is jammer.